tijd voor de Fruit to Go Fun Sport Tour. Komend weekend in Scheveningen. De eerste ronde, zeg maar. En dat heeft alles te maken met kitesurfen, windsurfen. En in dit geval ga ik even praten over kitesurfen met de Nederlandse kampioen van dit moment. En dat is Jerry van der Kop. Jerry, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Ja, jij gaat je titel verdedigen eigenlijk, hè? Daar komt het op neer. Ja, dat klopt. Ja, vorig jaar dus de Nederlands kampioen geworden. Maar je hebt veel meer mooie dingen op je naam staan als we het over vorig jaar hebben. Ja, dat klopt. Ik ben Nederlands kampioen dan. Derde van Europa geworden, de overall ranking. Ja. En de Red Bull Megaloop Challenge geworden. De Red Bull Megaloop Challenge. Als ik aan Red Bull denk, dan denk ik direct aan spectaculaire sporten. Daar valt kiten natuurlijk onder. Maar moest je daar iets speciaals doen? Of? Dat was zeker een speciaal evenement. Want met dat evenement gaat het erom zo hoog en ver mogelijk springen. Dus dat was in ieder geval heel spectaculair. Zo hoog en ver mogelijk? Ja. En hoe hoog ga je dan? Ik denk dat misschien wel de hoogste sprongen zijn 20, 25 meter. Zo ver boven het water? Ja. Nou lijkt me dat in dit geval ook wel een beetje geluk hebben dat de wind goed is. Als je zo hoog moet springen, dan heb je natuurlijk heel veel wind nodig. Dus hoe meer wind er is, des te hoger kan je springen. Ja. Maar op het NK, dat is een iets ander evenement. Want dat gaat het om alleen maar trucjes, freestyle. En dan gaat het niet zozeer om zo hoog mogelijk springen. Oké, dus dat is wat komend weekend op het programma staat in Scheveningen. De kust van Scheveningen, daarvoor is het goed kiten. Ja, in principe wel. Ze hebben een mooi strand. Het is best wel een lastige kitespot, omdat er meestal hoge golven zijn en veel stroming. Mm-hmm. En als je normaal op zee vaart, dan hoort het geen probleem te zijn. Nee, maar wat voor trucjes kunnen we nou verwachten komend weekend? Wat ga jij laten zien? Het beste trucje, tenminste wat je kan doen, wat je moet laten zien in de wedstrijd, dat is een hendelpass. Ja. En dat is, met kite heb je natuurlijk zo'n stok in je handen, dat heet de bar. Mm-hmm. En het gaat erom, het trucje is dat je die zeg maar achter je rug langs haalt. Ja. In de lucht en dan weer neerkomt op het water. En dat is heel lastig. Oké, ik probeer het even een beetje te visualiseren hoor, hoe ik dat nu voor me moet zien. Je hebt dat ding dus waar je de vlieger mee vasthoudt? Ja. En die moet je achter je rug hebben? Ja, je hebt zeg maar een harnas om, een soort trapeze. Anders komt al die kracht van die vlieger, die moet natuurlijk niet op je armen komen. Nee. Anders haal je nooit zo lang vol. En wat je kan doen bij zo'n sprong is dat je dat tuigje zeg maar loshaakt van... Je bar loshaakt van je harnas wat je om hebt. Mm-hmm. Dus dan heb je wel de kracht alleen op je handen. Ja. Dan maak je een sprong. En in die sprong probeer je dus die bar achter je rug langs te halen. En dat heet een hendelpass. En dat is veel punten waard voor in het NK voor komend weekend. Klinkt als ingewikkeld, maar ook gevaarlijk. Want ja, als je hem ongeluk loslaat, heb je een probleem, toch? Nee. Dat is helemaal niet gevaarlijk eigenlijk. Okay. Dus, je hebt altijd een soort veiligheidslijn aan je harnas zitten en aan je bar. Dus als je hem loslaat, dan kan je hem weer terug inhaken en weer opnieuw beginnen. Oké, dus zo gevaarlijk is het allemaal niet? Nee, vind ik niet in ieder geval. Als je het gewoon met stappen begint en rustig opbouwt, dan is het niet gevaarlijk. Nou, jij bent 10 jaar geleden begonnen met kiten. Hoe kwam dat zo op je pad? Wij hebben een strandhuisje op het strand in Zandvoort. Ja. En daar ben ik eigenlijk zowel opgegroeid. Daar ben ik altijd in de zomervakanties geweest. En mijn vader is vroeger veel aan het windsurfen geweest. Ook wedstrijden gedaan. Mm-hmm. En toen kwam het kiten natuurlijk in beeld. Toen is mijn vader begonnen met het kitesurfen. En toen die tijd waren er nog geen kitesurfscholen. Dus mijn vader heeft het mij geleerd. Omdat ik vroeger altijd al... met hele kleine vliegertjes aan het vliegen was en altijd op het strand was en het heel gaaf vond om in het water bezig te zijn. Ja, voor iedereen die geen idee heeft, hè, hoe groot is zo'n vlieger waarmee je aan kitesurfen doet? Dat ligt een beetje aan de wind natuurlijk. Hoe harder de wind, hoe kleiner je vlieger en hoe minder hard de wind is, des te groter is je vlieger. Maar normaal is het tussen een 7 vierkante meter en een 13 vierkante meter. Ben jij ook nu nog wel eens los aan het vliegen zonder dat je op het water bent? Hoe bedoel je? Nou, gewoon dat je aan het vliegen bent boven land? Soms. Niet heel veel. Tenminste, als het bijvoorbeeld net niet hard genoeg waait om op het water te kunnen gaan. Ja. Dan
nou, ga ik wel een beetje op het strand vliegeren of om te wachten totdat het wel hard genoeg waait voor op het water. Ja. Baal jij nou eigenlijk dat kitesurfen niet Olympisch is geworden? Ja, daar baal ik wel van, ja. Ik had het wel graag willen zien. Het zou wel een andere discipline zijn geweest dan wat ik doe. Want ik doe die trucjes. Mm-hmm. En dan de andere discipline wat Olympisch zou worden, zou dan het racen zijn of het slalom. Ja. Ja, daar houden ze trucjes een beetje vandaan, zeg maar, bij de Olympische Spelen. Ja, ja. Nou, het is hetzelfde als wat windsurfen nu is. Om de boeien heen varen, zo snel mogelijk en een parcours afleggen. Mm-hmm. Dat dan zou dan hetzelfde zijn met het kiten. Hoe verwacht je dat, dat het NK er voor jou dit jaar uit gaat zien? Heb je een verwachting van, wat zijn je kansen? Is er veel tegenstand bijgekomen het afgelopen jaar? Ik hoop natuurlijk dat het goed uit gaat pakken. Want ik heb zelf heel veel getraind. Ik ben heel veel gaan kitesurfen, ook in andere wedstrijden de afgelopen tijd. Mm-hmm. Dus ik ben goed in vorm en ik hoop dat het dat we goede condities krijgen dit weekend. En dat het een heel mooi NK gaat worden. Ja, je zit nu al te kijken van wat worden de condities. Hè? Daar heb je bepaalde websites voor die de windsnelheden en zo in de gaten houden? Ja, ja, tuurlijk. Ja. Wat is de beste kitesurf locatie ter wereld? Dat ligt er een beetje aan. Ik vind Brazilië vind ik zelf heel goed, omdat het daar vlak water is, lekkere stabiele wind, het is goed warm. Mm-hmm. En je kan er elke dag varen als je wil. Maar als je bijvoorbeeld een andere discipline voor wave rijden doet, bijvoorbeeld, heb je hoge golven nodig, dan is Zuid-Afrika weer heel goed. Oké. Okay. Je bent toch overal geweest al, hè? In Zuid-Afrika en Brazilië ben ik wel geweest, inderdaad. Ja. Nou, Nederland, ook kiten. Heb je nog een tip voor iedereen die denkt van ja, dat kiten ziet er spectaculair uit. Ik wil er wel eens aan beginnen, maar hoe moet je van start gaan? Wat iedereen kan doen natuurlijk is een klein vliegertje kopen. Een klein matrasvliegertje en een tweelijnsvlieger. En daarmee proberen te gaan vliegeren op het strand. Ja. Alleen, als je daarna echt wil leren kitesurfen, dus echt met een grotere vlieger aan de slag wil gaan, dan raad ik je aan om les te nemen bij een kitesurfschool hier in Nederland. Mm-hmm. En als je nou al kan windsurfen, is dan de stap naar kiten nog groot? Op zich wel. Je moet nu natuurlijk zo'n vlieger onder controle houden. Ja. Wat je wel mee hebt is als je windsurft, dat je een beetje de gevoel hebt van de wind en welke koers je moet varen. Mm-hmm. Maar sowieso altijd les nemen. Les nemen, het allerbelangrijkste. Ja, dat is denk ik met bijna elke sport zo, als je er beter in wilt worden. Ja, denk ik ook. 10 en 11 mei, dus dat is zaterdag en zondag, Scheveningen. Daar kun je jou in actie zien met vele anderen, het NK Kiteboarden. Hey, dankjewel Jerry voor je tijd en heel veel succes. Ja, graag gedaan. Tot van het weekend.